Yo, what's good? We zijn in Appingedam. We zijn hier omdat Rick mij een brief heeft geschreven. Hij is namelijk small verliefd op Desiree. Voor hem was het gelijk liefde op het eerste gezicht. Maar elke keer als hij bij Desiree in de buurt komt, is hij net te verlegen om het zelf te zeggen. Dus vandaar dat ik hier ben. Gozer, jij bent Rick? Ja, ik ben Rick. Ik ben Jesse. Kan ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Top. Rick, jij hebt me een brief geschreven. Vertel eens. Nou, ik ben verliefd op een meisje. Ze heet Desiree. Het was liefde op het eerste gezicht. En ja, ik viel gelijk voor haar, zeg maar. Als een blok? Ja, gewoon verliefd. Kriebelend gevoel in je buik van binnen en zo. Zijn dat de vlinders waar ze het altijd over hebben? Ja. Je zegt liefde op het eerste gezicht. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaat er dan op zo'n moment in je op? Nou, ik zag haar zitten. En ja, dan weet je gewoon dat het is. Dat het? Wat is? Dat het misschien wel een meisje is waarmee je je leven misschien wel wil doorbrengen. Of wow. In ieder geval een lange tijd. Dus kijk, we zijn nu bij jou thuis. Prachtige tuin, mooi groot huis. Dit wil je later ook met haar opbouwen? Nou, het zou wel leuk zijn. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Huisje, boompje, beestje. En wat vind je nou zo leuk aan? Nou, ze is heel lief en aardig. Tenminste, hoe ik haar ken. Ze is niet zo druk, dus dat is ook wel leuk. Ze heeft een beetje donker, blond, bruin haar. En ze lacht heel lief. Hey, ik ben eigenlijk super benieuwd hoe ze eruit ziet. Heb je toevallig een foto van haar? Ja, op huis, op mijn computer heb ik een foto van haar. Maar dat snap ik zeker, hoor, dat je daar verliefd op bent. Ja, het is een mooi meisje. Echt een heel mooi meisje. En ook echt foto's uniek, dus... Heb je enig idee of ze jou ook leuk vindt? Nee, ik heb geen idee. Waar heb je haar eigenlijk voor het eerst gezien? Op school. Na de zomervakantie zit bij mij in de klas. Nou, jij vindt haar natuurlijk hartstikke leuk, maar denk je dat ze dat weet, dat je haar zo leuk vindt? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik ga niet in het rondgillen van ik ben verliefd. Nee, dat... Ik heb het ook nooit echt laten merken met een knipoog bijvoorbeeld. Nee. Hey, voor jou is dit bloedserieus, want je hebt het over de liefde van je leven. Het meisje met wie je oud wil worden. Maar heb je überhaupt wel ervaring als het gaat om verkering? Ja, ik heb vijf, zes jaar verkering gehad met een meisje. Ja, dat liep allemaal heel goed, tot ongeveer vorig jaar. Ongeveer. Toen ging het uit. Vond je dat erg op dat moment? Of hoe ja, kijk je daar nu op terug? Nou, natuurlijk vond ik dat erg. Maar ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Daar kan je niks zoveel aan doen. Maar je bent dus gewoon van de echte serieuze relaties? Ja. Hey, en bij je vorige relatie, hè? Hoe is dat toen aangegaan? Heb je dat toen zelf gevraagd? Nou, ik was vrij jong, dus ik weet het niet echt precies meer. Maar geloof ik hadden we iets met briefjes gedaan. En zo is het eigenlijk aangegaan. En ja, nu kan dat natuurlijk niet meer, want ja, nee. Ik ben natuurlijk wel wat ouder. Dus vandaar dat ik hulp heb ingeroepen. Ja, ik geloof wel dat ik je erbij kan helpen. Ik denk gewoon dat we even aan de slag moeten gaan. Ja. Jij bent echt heel serieus als het gaat om liefde. Want je wil voor iets gaan en je wil ook gelijk dat het voor altijd is. Is dat een voorbeeld wat je van huis uit hebt meegekregen? Nou, niet echt, want mijn ouders zijn gescheiden. Dus dat is natuurlijk niet voor altijd. Maar ja, dat is hun relatie en dan probeer ik die van mij zo goed mogelijk te maken. Hey, realiseer je ook dat ze nee kan zeggen? Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is jammer. Maar ja, dat hoort erbij. Nee heb je en ja kun je krijgen. Precies. Nou ja, stel dat ze ja zegt. Wat zou je dan met haar willen gaan doen? En naar de bioscoop en een etentje of zo. Wat voor soort film zou je willen zien? Nou, eerder wat zij leuk vindt. Want als ik bijvoorbeeld een actiefilm leuk vind en zij ook meer voor romantische films. We gaan bijvoorbeeld naar een actiefilm, dan heeft dat natuurlijk geen zin. Dan scoor je geen punten. Nee, ik hoor het al, je bent een echte gentleman. Ik heb al eigenlijk al een soort opening gemaakt voor de rap. Nadat ik je brief heb gelezen. En het is eigenlijk nog vrij simpel, maar ik heb een soort basisdingetje waarin ik zeg... What's good, Desiree, ik neem je even in, die rap mee. Dit is een boodschap, dus geef me even airplay. Weet je wat airplay is? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zeg je eigenlijk tegen radio-dj's. Dan zeg je ze van, hey, geef me even airplay, draai mijn song even op de radio. Okay. Maar ja, op dat moment wil ik dat ze naar mij luistert. Dus daarom zeg ik, hey, geef me even airplay. Ik wil even dat je naar me luistert, want ik kom hier een boodschap voor je doen. Maar wat zou jij nou echt graag erin willen? Nou, ga je kijken of ik het kan laten rijmen? Dat het voor mij liefde op het eerste gezicht was. Dat is toch wel belangrijk. Kijken wat ik daarmee kan. Ja, gezicht. Wat ruimt er op gezicht? Gedicht. Je bent zijn zonneschijn en schijnt als het licht.
Is er nog iets waarvan je denkt, ja, dat moet er ook echt even in? Want ik rap hem namens jou, hè? Misschien helemaal Hotel de Botel over jou of zoiets. Hotel de Botel? Moet ik rijmen op zwarme schotel? Nee. Oké. Voor hem ben je ongrijpbaar en hoog als een vogel. We gaan wel diep, hè? Ja. Desiree, is het ja of nee? Geef je de sleutel voor je de liefde en de entree? En wil je weten wie het is, kom dan met me mee. Die vind ik goed. Daar moeten we mee eindigen, toch? Ja. Of wil je dat middenin? Ik toch aan het einde. Aan het einde? Doen we het aan het einde. Ja. Wij zijn bazen, vriend. Dit is een diepe tekst, hoor. Dit is haar tuin. Ze is aan het eten met de hele familie. Ik ga gewoon binnenvallen, ik ga mijn rap doen. Hopelijk kom ik straks terug met een dikke vette Jan. Ja? Hou je rustig, hè? Goedenavond. Hey. Hallo. Goedenavond. Eet smakelijk. Nou, voor de kijk. Hallo. Ik kom voor Desiree. Voor Desiree? Oké. Hey. Wat ben jij? Yes, sir. Desiree. Ik ben hier omdat er een jongen is die helemaal verliefd op je is. En ik ga een rap voor je doen. Die eigenlijk door hem een beetje geschreven is, maar ik ga het voor je rappen. Maar ik zou zeggen, luister goed. Komt-ie aan. Yeah. What's good, Desiree? Ik neem je in die rap mee. Dit is een boodschap, dus geef me even airplay. Iemand is verliefd, vandaar dat ik die rap schreef. Yeah, want hij is Hotel de Botel. Voor hem ben je ongrijpbaar en hoog als een vogel. Dit was liefde op het eerste gezicht. Je bent zijn zonneschijn en schijnt als het licht. Vlinders in zijn buik, hij komt niet uit zijn woorden. En dit in de hoop dat je zijn vrouwtje zal worden. Dus Desiree, is het ja of nee? Geef je de sleutel voor de liefde en geef je ons de entree. En wil je weten wie het is, kom dan met me mee. Ja, het is namelijk zo dat hij buiten op je aan het wachten is. En ja, dan zal je hem herkennen of niet. En dan is het aan jou om ja of nee te zeggen of je wel of niet met diegene uit wil. Oké. Kom je mee? Ja. Nou, Desiree, ken je hem? Ja. Jullie kennen elkaar van school, toch? Ja. Nou, ik moest namens Rick natuurlijk de rap voor jou doen, omdat Rick helemaal tot over zijn oren verliefd is. En Rick zou super graag willen dat je met hem naar de bios gaat en mee uit eten gaat. Maar wat hij eigenlijk wil, is dat je verkering met hem hebt. Dus wat is daarop jouw antwoord? Nee, sorry. Nou, jammer, we hebben ons best gedaan. Ja. Desiree, mag ik jou ontzettend bedanken voor je tijd. Ga nog lekker genieten van je toetje. En dankjewel, hè. Ja. Is goed. Jammer, hè. Ja, jammer. Wat gaat er nu door je heen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is gewoon jammer, maar ja. Wel blij dat ze eerlijk is. Ja, het is wel natuurlijk een teleurstelling, dus ik moet het ook even laten bezinken. Zullen we anders gewoon nog even een drankje doen, gezellig? Ja. Twee mannen onder elkaar. Ja? Gewoon grapje. Ja, ik vind hem wel heel aardig, alleen ik ben niet verliefd. Maar ik vond het wel heel lief dat hij dat deed. Vind je het moeilijk dat je er morgen weer ziet of zo? Nee, ik denk het niet. Gewoon als andere dagen, denk ik. Van mij complimenten, want je bent wel echt een man hoe je dit hebt gedaan. Echt een gentleman. En ik denk dat heel veel meisjes die nu kijken gewoon verliefd op jou zijn. Dus ja, goed gedaan, jongen. Wees gewoon trots op jezelf. Dankjewel. Proost. Vrouwen,